weet niet wat dat is. Ik weet niet wat dat is. Maar koffie is dat. Peter en Gert, goedemorgen. Peter en Gert, ja. Goedemorgen. Alles oké, jongens? Ja, we zijn een beetje moe geworden van de match van gisteren. Slaapverwekkend, ja. Slecht tegen te slapen. Ja. Was het de eerste keer met City Atletico dat jullie een ploeg in een 5-5-0 opstelling hebben zien spelen? Ja, eigenlijk wel. Hè. Zes hebben we al gezien. Ja. 6-4 hebben we al een keer gezien. Maar 5-5-0 was inderdaad nieuw. En het grappige was natuurlijk dat Pep Guardiola net, om zijn respect te betonen, had gezegd aan de vooravond van ja, maar Atletico speelt lang niet zo defensief als iedereen denkt. Nee, hij heeft gelijk. Het is veel defensiever dan iedereen denkt. Dat is wel hilarisch. Simeone zal gedacht, hoe niet zo defensief als iedereen denkt. Ik zal het eens laten zien. Nee, dat is waar. Ik probeer ook altijd Atletico en Simeone te verdedigen, dat allemaal zo erg niet is. Maar ja, nu, ik moest daar gisteren toch ook weer toegeven dat het was echt weer erg. Ja. Dus ik moet altijd dan denken aan die arme João Félix en Griezmann. Allee, hoe voelen die gasten zich dan na zo'n match? Hoe voelen die zich? Dat kan niet, kunnen niet content zijn, dat kan niet. Hè. Ik heb gelezen vandaag in een van de Engelse kranten dat het meer dan 10 jaar geleden is dat er een ploeg in de Champions League niet één keer op doel heeft getrapt. Ja. Niet één keer, geen enkel schot. En ik vond ook twee lelijke jassen. Ja, hoe kan dat? Twee coaches die dezelfde jas dragen. Ik begrijp niet. Kijk, opgeteld verdienen die 3,3 en 1,9, wat is dat dan? Dat weet ik. Dat is meer dan 5 miljoen. En die gaan dus samen naar de winkel om dan een korting te kunnen krijgen, omdat ze dan twee dezelfde jassen kopen. Ah, ik begrijp het. Jassen die eigenlijk is een slaapzak met mouwen. Hè? Ik denk dat je in deze mag focussen op de goede wissels die Guardiola gedaan heeft. Hè? Dus hij heeft Foden ingebracht en Foden was de blikopener, zo eenvoudig is het. Maar ja, wij focussen nu op De Bruyne en hij doet dat heel erg goed. En die ene kans dan toch gewoon maar afmaken, dat ook al wel een schietkans in de eerste helft. Maar ja. Gert zei het al vroeger in de wedstrijd, ze hebben nood aan iemand die is een actie durft maken, die zijn tegenstander aanvalt en die probeert uit te schakelen. Foden is zo iemand, Grealish is zo iemand. Wel, dat is het verschil geweest. En nog eens, het was een ongelooflijk vervelende wedstrijd. Verschrikkelijk was het. Verschrikkelijk, echt waar. Nee, maar alleen. En dat is niet de fout van City, voor alle duidelijkheid. En dat is niet de fout van City. Want ja, begin er maar aan. Wil je ook niet? Nee, dat is waar. Hij is ook bezig. Daarvoor het vliegtuig heb je gepakt. Oké, jongens, jullie gaan nu naar Chelsea. Hey. Dag. Dag jongens. Ik weet niet wat dat is. Ik weet niet wat dat is. Maar koffie is dat. Koffie is dat. Echt waar. Manchester blijft er weg. Dus na de vlieghaven, na hun soort voetbal. Na het treinstation moeten we concluderen. Wij willen hier zo snel mogelijk weg. Wij komen hier niet zo graag. Maar er is een klein probleem. Ze blijven er maar in. De trein is er niet. Dus we gaan te voet. We houden je op de hoogte. Dinsdagavond was er Benfica tegen Liverpool. Onze commentatoren waren Nico Lenné en Wim de Koning. Zij kwamen terug met dit verslag. Mijn eerste verplaatsing voor de Champions League dit seizoen. Ik moet zeggen, ik heb er een open Italië van Lissabon. We hebben weinig van de stad gezien, maar toch vooral van de sfeer. Ene Dalou zeker, in die tweede helft, Wim, als die er helemaal van achter staan. Omdat Benfica plots weer in geloofde en het over een andere ploeg gooide. Ja, gelukkig ook voor ons. Anders hadden we het scenario gekregen Sporting tegen Manchester City. Toen het aan de rust 0-4 was. Nu had het ook misschien wel 0-4 kunnen zijn. Gelukkig was het voor ons en voor Benfica maar 0-2. En scoorden ze na een grote flater van Konaté, de aansluitingstreffer. En hebben ze er toch nog een half uur in geloofd dat er misschien wel meer in zat. En ja, hoorden we opeens ook weer die 60.000 toeschouwers. Want
Die waren heel stil, Nico, eerst en. Wat hebben we nog van genoten? Luis Diaz, licht voor de hand, was ook man van de match bij UEFA. Hij kon ons wel echt overtuigen. Hij was ook in de eerste helft heel erg goed. Tweede helft, zoals jij op een gegeven moment zei, bijna niet gezien de tweede helft. Maar dat was zo een beetje het geval voor al zijn ploegmaten. Maar uiteindelijk nog wel met die heel belangrijke, beslissende, waarschijnlijk derde goal. Ja. Maar het hoogtepunt, ja, wat mij betreft, ik denk dat je er wel mee akkoord kan gaan. Ja, die geweldige paas van AA van Trent Alexander-Arnold bij de tweede goal, waar Luis Diaz ook bij betrokken. Ja, waar hij prachtig aflegt, derde man zoekt, waar Mané maar binnen te tikken heeft. Iets wat Salah niet deed en breed leggen toen hij alleen voor Vlachodimos kwam op Mané. Maar goed, voor de rest konden ze het wel weer goed met elkaar vinden en zullen de plooien die er misschien geweest zijn tussen Salah en Mané wel snel glad gestreken zijn. Goed, voilà. Nog één opmerkelijk feit uit die wedstrijd. Er werden aanstekers gegooid naar het hoofd van Andy Robertson. Niet al te fraai van de Portugese supporters. Gelukkig nam Robertson het al bij al vrij sportief op. You know, quite a few lighters thrown at me, so you know, maybe it will help them stop smoking, maybe. So take the positive. Woensdag was er dan Villarreal tegen Bayern München met commentaar van Michael van Varenberg, maar ook van Frankie van der Elst. Frankie, Villarreal heeft gewonnen van Bayern München. Was dat een verdiende overwinning? Dat vond ik wel, ja. Zij moeten eigenlijk winnen met 2-3-0 zelfs. Dat had gezien de kansen en de grootte van die kansen wel verdiend geweest. Gaat Villarreal spijt krijgen van die gemiste kansen, zoals ook Salzburg dat een beetje had in de vorige ronde? Daar vrees ik voor, ja. Het is geleden van 2017, Frankie, dat Bayern verloren heeft op verplaatsing in de Champions League. Weet je nog tegen wie dat was? Goh, dat is ook waarschijnlijk wel gezegd geweest gisteren door mijn commentator, maar ik denk dat ik niet goed geluisterd heb, dus ik weet het niet meer. Denk aan de trainer. Het was dezelfde trainer. Nee, het was nog met Paris Saint-Germain, maar het was ook Unai Emery. Ja. Dus die heeft echt wel tactisch gewonnen gisteren van Nagelsmann. Ja, vond ik wel. Ja. We moeten het ook hebben natuurlijk over de maker van de winning goal, Frankie, Arnaud Danjuma. De Danjuma van bij Club Brugge, had je ooit verwacht dat hij dit niveau zou halen, dat hij zo zou uitblinken in de Champions League? Nee, niet direct. Nee, want ik vond Danjuma wel een goede speler, maar ik vond altijd maar een half uur tot de helft. Maar hij is wel, hij is sterker. Ja, goed, logisch. Hij is nu, wat is het, 25 geloof ik. Hij is gewoon sterker geworden, beter geworden. Collectief ook. Hij heeft ook gekregen voor de medespelers, sorry. Wat hier bij Club niet altijd het geval is. Dus ik vind dat een vrij goede evolutie heeft doorgemaakt. Ja, tot slot, Frankie, lost Bayern het op of niet in de return? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Maar ja, je weet, mijn idee over Bayern. Hè. Het is dit jaar toch wat minder. Ik denk dat ze dit nog wel recht trekken. Maar helemaal zeker ben ik er niet van, dat heb ik al gezegd. Want Villarreal is taai. Is een taaie brok. Alright, merci Frankie. En ja, tot volgende week, zou ik zeggen. Bye bye. Hoi, goed. Peter van den Bent en Gert Verheijen, ze maakten zich zorgen, maar ze zijn uiteindelijk wel nog op de trein geraakt richting Londen. Chelsea Real, wat Real Madrid. Ik denk dat Chelsea gewoon wint. Ja. Waarom? Omdat ik denk dat ze beter zijn. Maar dat is niet de reden waarom we deze video opnemen. Het is omdat het een heel bijzondere plek is. Dat is waar. Een heel bijzonder gezelschap. We zijn teruggecatapulteerd in de tijd. Peter en Gert zagen een fantastische wedstrijd en datzelfde geldt natuurlijk ook voor Wesley Sonck. Hij was onze analist in de studio. Wes, jij was analist bij Chelsea Real Madrid gisteren. Real Madrid won met 1-3. Moeten we stilaan beginnen zeggen Real Benzema in plaats van Real Madrid? Je vergeet nog iemand, hè? Real Courtois Benzema zou ik ervan maken. Dat is lang, hè? Oké. Okay. Ah, ik heb gisteren gezegd, het lijkt wel of hij tegenwoordig een kopbalspecialist is, want de twee goals die hij gisteren maakte, vond ik van een zeer, zeer hoog niveau. Absoluut topniveau. De tweede, Wes, jij kan dat als spits wel inschatten, denk ik. Zeg je zo moeilijk dat is, achteruit lopen en dan toch overhoeks nog binnenkoppen? Als je een bal krijgt en je moet achterwaarts lopen,
dan moet je die extra, extra knik nog geven, zeg maar, om die bal wat extra snelheid mee te geven. Maar ook het feit dat ja, hij perfect kopte tegen voets. Terwijl, laat ons eerlijk wezen, dat die eerste ook wel zeer, zeer goed gekopt was. Maar die tweede vond ik echt super, super gedaan. Ja. Ja, scoren zoals die tweede goal, weet je welke spits dat ook kon? Ja, ikzelf dan zeker. En tegen wie was dat, weet je nog? Tegen Spanje? Ja. Benzema die heeft nu meer dan 80 doelpunten gemaakt in de Champions League. 2 hat-tricks na elkaar in de knock-out fase, dat is al redelijk straf. Maar weet je hoeveel penalties daarbij zaten? Nu dat je het vraagt, zal het wel heel veel zijn, denk ik. Of net niet. Noem een getal. Maar laat ons eerlijk wezen, hij heeft er geen getrapt. Tot en met Ronaldo, denk ik. Dus pakt 10. Max. 1. 1 penalty. Wauw. Lukaku, is dat dan nog geen Benzema? Want hij had ook een kopbalkans die altijd binnen moest. We kunnen ons toch niet van de indruk ontdoen, Nicola, als hij bij de Nationale Ploeg speelt of bij Inter vorig jaar, dat we een heel andere Lukaku zien. En dat heeft niks te maken met zijn vertrouwen, want hij kan zo spelen. Hij heeft hij dat ook al laten zien bij de Nationale Ploeg bijvoorbeeld. Dat heeft gewoon te maken met een soort vertrouwen, liefde, dat je iemand geeft. En dat je dan veel meer kan dan wat hij nu laat zien. En Thibaut Courtois, tot slot nog even vermelden, die kreeg een warm onthaal, werd uitgefloten, maar heeft zich niet laten beïnvloeden daardoor. Ik heb gisteren Neuer bezig gezien, ik heb Mendy bezig gezien. Thibaut staat daarboven. Thibaut is gewoon de beste van de wereld op dit moment. Punt. Real Madrid, 1,5 benen in de volgende ronde, of mogen ze al opschrijven? Ik weet het niet. Dat is iets heel vreemds. Dat is het gevoel dat ik daarbij overhoud aan deze wedstrijd. Het is nog niet gedaan, denk jij? Nee, ik denk het niet. Nee. Alright, we zijn benieuwd. Merci Wes voor je analyse. Graag gedaan. Bye bye. Salut Rico. Zo, dat was hem alweer. De terugvlucht van deze week. Volgende week kijken we terug op de returns van de kwartfinales. Tot over een week.